Oh, dat zijn er echt veel. Het is echt wel zoiets types aan oma's en opa's, hè? Dus ja, is wel nice eigenlijk, hè? Ja. Gewoon mensen die gaan winkelen daar door ons. Gio, is het een fucking grap of niet? Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Het zonnetje is heerlijk aan het schijnen en het wordt vandaag ook echt weer een warme dag, dus dat is chill. Ik heb mijn zonnebril ook alweer op mijn hoofd staan voor zometeen. Maar we stappen gelijk de auto in, want we gaan even wat dingetjes halen voor de katten en zo. En Bo had nieuwe kleren besteld, die zijn aangekomen bij haar mama. Yay! Altijd een leuk moment. Dus die gaat ze ook even ophalen. Ik moet zeggen, het is vandaag wel een zonnige dag, maar zo voel ik mij momenteel nog niet. Ik hoop dat het nog een beetje gaat beteren. Maar ik denk door de stream van gisteren of zo, door het vele babbelen, ja, mijn keel die heeft het wel even begeven. Die doet pijn, die schuurt helemaal, dus hopelijk komt het nog goed vandaag. Het is wel al beter als deze ochtend, dus... Heb jij toch een goede isopitaline? Ja, dat kan ik ook nog nemen, inderdaad. Ik heb zo'n spoeling. Dat helpt meestal wel, maar ja, ik vergeet zo'n ding. Ik neem eigenlijk echt nooit medicijnen. Ik neem maar iets bij mama. Dus, maar ja. In ieder geval, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. 501 vandaag. Gisteren de 500ste vlog gemaakt. Als jullie dat nog niet gezien hebben, ga die dan zeker checken. Want die is wel grappig geworden uiteindelijk. Ja. We hebben allemaal leuke opdrachten gemaakt, gedaan. En één daarvan was een speciaal kledingstuk ontwerpen voor de 500ste vlog. En die heb ik vandaag nog steeds aan, omdat vandaag is de dag dat bij mij de 500ste vlog online komt. Dus ja, dan draai ik die nog maar even. Yes. Want vanaf morgen kan ik die eigenlijk niet meer dragen dan. Tuurlijk wel. Ja, nee, er staat 500 op. Ja, en? Moet ik daar een 1 en zo bij zetten? Ja, dat is wel waar. Tuurlijk blijf ik die wel dragen voor mensen. Maar vandaag is die nog het meest relevant, laat ik het zo zeggen. En ik heb een voorgevoel dat je vandaag de 6.000 subs haalt. Ja, het gaat echt lekker. Ik heb zelfs deze nacht 40.000. Oh, was het maar. Dat zou wel iets zijn. Nee, ik heb deze nacht 40 subs bijgekregen, gewoon terwijl ik sliep. Dus van 12 uur tot ochtends 8 uur had ik ineens 40 subs bij. Dus dat was wel lekker. Dus ja, als het zo lekker blijft gaan en straks in de namiddag ga ik ook nog live, dan kunnen we die 6k vandaag wel eens hitten. Dus dat zou heel nice zijn. Wow, allemaal nieuwe Defenders. Wow, er zijn er echt veel. Allemaal Range Rovers. Wow, yo. Ja, die zijn misschien al allemaal verkocht. Kan ook, hè. Ja, dat denk ik nu wel niet, maar het waren er echt veel. Kijk eens wat een dag, mensen. Oh, het is lekker warm buiten, maar alsnog veel zuurstof. En dat is misschien een teken dat de herfst eraan komt of zo, maar... Het is wel echt heerlijk. Het is echt top. Zoals jullie zien, we zijn weer... Bo heeft haar autootje hier even geparkeerd. We zijn bij mijn oma en opa. We komen hier even lekker middag eten. Want we zijn uitgenodigd. En we eten soep als voorgerecht. Het is echt wel zoiets typisch aan oma's en opa's. Hè? Zo voorgerecht en alles. Dat is wel heel lekker. Maar ik had nog wel eens zin in soep. Zo een tijdje geleden. Dus kijk eens, we hebben hier een heel bordje. Top dit. We hebben lekker gegeten, jongens en meiden. Bij mijn oma en opa. En dan ben ik nog even kattenzand gaan halen. Zoals ik al zei, dat moesten we ook nog gaan halen. Bo heeft haar nieuwe kleding opgehaald. En nu gaan we alweer de deur uit. Ik heb net super lang zitten editen aan de 500ste vlog. Dus ga die zeker checken. Het is echt een leuke video geworden. Ik ben er lang mee bezig geweest. Zoals jullie weten, ik doe alles zelf nog steeds. Editen, filmen, thumbnails maken. Dus... Nam best wel veel tijd in beslag. Maar we gaan er nu weer vandoor. Want er staat hier een jongen klaar, een taxi. Oh, gaat het zo'n dag worden? Gaat het zo'n dag worden? Deze zot is weer aanwezig hoor. Jullie hebben hem gemist. Jullie hebben hem gemist. Hoe is dat ding ruikt? Het ruikt hier wel lekker. Dat denk ik. Oh, en hij rijdt weer als een hooligan hoor. Hij rijdt echt weer. Het was een hooligan. We gaan erop uit, mensen. We gaan weer choppen. Bo is er ook weer bij. Gaan we straks weer live? Hey, ik ben aan het vloggen. Sorry. Oh, we zijn echt zo tam. We hebben het allebei ook, hè? Misschien hebben we allebei corona. Nee, ik weet niet wat er op mij hangt. Misschien is het door gisteren zoveel push-ups te doen of zo. Ja, en ik dan? Ja, ik weet het niet. Je ook liggen pompen. Misschien hierna nog. Is dat zo? Hoe heb jij nog zoveel energie na die werkweek? Heb jij wel gewerkt eigenlijk? Zo hard moet jij denk ik niet werken, hè? Een beetje rondrijden met de camionet. Is het dat? Eén keer mag eens rond. Oh man, toch. Die gijs heeft het toch al uitgevonden, mensen. Gewoon een beetje rondrijden.
Eén keer. Wow, check mensen, die Lotus. Ik weet niet of jullie hem nog zagen. Maar die auto daarachter lijkt zo hard op een Ferrari Purosangue. Hij staat er nog. Misschien dat we nog wel even kunnen filmen, want het is toch rood licht. Maar ik vind die eigenlijk nog wel vet uitzien of zo. Voor een Lotus toch zeker. Lotus is ook gewoon sportauto. Ja, daarom. Ja, is niet zo bekend gewoon. Dus. Allee, niet zo bekend. Het is gewoon geen Ferrari natuurlijk, maar het lijkt er wel op. Maar kijk dan, ik vind dat er echt wel bruut uitzien met zeker dat geel logo. En dan die rode klauwen. Ja, ik vind het wel een mooie auto. Oh. Wat gebeurt hier? Zeker. Ja, vriend. Daar zijn ze. Wow. Ik ruik die parfum. Maar ruikt heel goed. Die ruikt echt goed. Zou ik die gewoon oppakken? Ja, ik zeg ja. Maar dan heb ik 3 groene t-shirts. Ja, daarom. Ja, dat is echt een vet t-shirt. Vet u. Die golf ook, die grijze. Met die bloem. Ik ga die laten zien aan boven. Wow, ik val hier bijna. Ja mensen, ik heb ook parfum getest die hier staat in deze winkel. Dat is echt goed. Als ik, soms ruik die zo en dan... Wat is een parfum? Ik denk deze. Ruik die en dan heb je deze. Ja, die. De rechts, hè. Dat is die zwarte. Ah, zwart. Ja. En jongen, is het gelukt? Zeker en vast. Ja, wat heb je gekocht? Mooi t-shirtje. Van Arte. Ja, shout-out Peach trouwens. Het is echt een vette winkel. We komen daar echt... De laatste tijd komen we daar wel regelmatig. Het is echt een leuke winkel. Dikke kleren hebben. Ja, die hebben echt... De enige leuke winkel in Hasselt. Ja, dat vind ik oprecht wel. Dus we moeten nu naar daar trouwens. Dat is een soort van de enige winkel met zo'n beetje vette kleding van tegenwoordig. Met Arte en zo, allemaal vette merken. Dus, Wesp, holy shit, Wesp aan mij. Gewoon een winkel keek heel raar, omdat ze tegen de camera praat en dan begint te lopen. En er waren blijkbaar ook mensen die naar Peach waren geweest, omdat we daar nogal eens blijkbaar gevlogd hadden. Ik was er zelfs al vergeten. Maar je had dan mijn vlog gezien en die waren daar gaan winkelen. We moeten nu naar daar. Dus, ja, is wel nice eigenlijk, hè. Ja. Gewoon mensen die gaan winkelen daar door ons. Terug thuis! En ik ben hier even wat dingetjes aan het fixen voor de volgende livestream, de nieuwe thumbnail. En ondertussen... Kom Bo voor zo voor mij staan. Check dit. Oh burrito Cito? Dat is gewoon Cito stick. Je lijkt toch echt op Yoda? Ja, wacht. Kom even recht staan. Check. Niet oh waar. My god. Cito. Hey. Wat doet mama? Carlos. Die wil je toch een opeten en zo meenemen? Kijk hier nu. Oh. Welkom weer allemaal. We zijn weer live en vandaag hebben we hulp. Als ik deze opzij schuif... Wil ik iets doen? Ja. Ja. Wow, mensen, schat u 18, 24, 23? Ik ben 34, zeg het even in de mic. 34. 15 centimeter. Jezus. 15 centimeter, Bo. Ah, ik dacht dat het over de penis had. Tadam. 19 jaar. Terwijl ik één been... Oh, we hebben een gifter, mensen. Allemaal little dance. Pieter Chossa. Let's go. Doe zo eens. Kunt je die zo met één hand oppakken? Kunt je dat ook niet? Nog eens. Ik moet me ondersteunen. Kees probeert een stoel met één hand op te pakken. Ja! Wow, wat heb je gedaan? Nee. Probeer dit allemaal eens thuis. Die is echt aan het kijken van wat gebeurt hier. Ja, zo. Hoe doe ik dat liggen dan? Poerie vraagt zich af, echt af waar die beland is. Wat is die engel? Ja! Ja! Ja, maar je hebt ook telkens... Oh! Je hebt ook telkens het gevoel, nu gaat het lukken, nu gaat het lukken. Hij geeft niet op. Nou. Ik geloof niet. Kani. De Kani. Heeft hij dit echt gedaan? Wij waren allebei. Jawel. Gast, hoe? Gast, hoe? Doe nu op. De Kani. Hè? Ah, fuck. Ja, zie het wel. Wacht. Wat gebeurde er? Ik ging omhoog. Oh my god. Wacht. Ja, ik ga terugspoelen. Hier gebeurde het. Ineens een kronkel. Het is echt. Wat? Zie je wel? Gijs, jij houdt het. Ja! Jawel! Oké, we zijn echt wel heel close bij die 6k nu. Wow, go! Oké, ja! Oh! Niks, man! Ik zag hem al omhoog komen.
Oh, even een goede prank. Oké, ik ga nu de tafel opheffen, mensen. 3, 2, 1. Wajo! Wajo! Oh. Wat is er net gebeurd, Senne? Hey, heb je niet gezien? Nee, ik was even weg. Die hele tafel ging gewoon omhoog. Supje erbij, 2 squats. Wat? En waar is Sibbe? Gast. Wat? Er staat gewoon ineens voor onze deur. What the fuck? Hey, what hoe random is dit? Hoe is zo'n blok ijs? Wat? Voilà, dit hebben we. Dit is beter dan een donatie, zegt iemand. 84 subs, toch? Nee. Kom maar. Gio! Vriend! Wow, yo. Is het echt of is het Gio, niet? Is het een fucking grap of niet? Ik kan even niet praten, what the fuck? Thanks, love en veel succes met jullie, baby. Sowieso, love naar jullie, en, alle twee. Yeah. Echt, ik hou van jullie. Is geen grap, ga zo door, Gio. Fucking, oh, I love you, echt. Oh, dat is echt heel lief. Dit betekent zo fucking veel voor mij, dat is echt insane. Je beseft niet hoeveel dit voor mij betekent. What the fuck? Gebeurt hier allemaal. Gio Legend, thanks voor die comment. Er zijn ook heel veel mensen. Insane. Holy fucking hell. Ja, dank je. Wow. Oh, ik weet ook even niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Leuk om te horen, man. Je stond bij me aanbevolen, dus ik dacht, ik bekijk het eens. Oh. Wow, dat is nice. Ik ga fitje maken, bro. Ik ga echt moeten stoppen, want deze top man giften. Blijft giften. Ik twijfel of ik de 12 of de 11... Ik ga mijn zinnen afmaken. Oh, what the fuck? Senne. Laatste. Dat heb je echt al 10 keer gezegd. No. Meg, even serieus. Moet ik weer gaan squatten voor the al die battle is on. The battle is on. Meg, crazy. Nee. Mensen, wij gaan afsluiten. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze crazy stream. Shoutout Extreme Boy, shoutout Meg, shoutout alle gifters, alle supporters. Ciao, tot de volgende keer. Ciao. Joe, ik weet echt niet wat ik moet zeggen, maar jullie zijn geweldig. Bye bye. Jullie zagen het, mensen. Wat een gekke stream was het weer vandaag. Zoveel leuke dingen gebeurd weer. Ik ga even mijn tanden poetsen, want ik ben echt kapot. Ik ga niet liegen, streamen. Dat keelt u wel echt, hoor. Zeker 3,5 uur aan een stuk mensen entertainen. Vloggen, dan kan ik... zet ik de camera weer uit en dan heb ik weer even een pauze, zo gezegd. Maar streamen is echt 3,5 uur aan een stuk mensen proberen een leuke tijd te geven. Maar het is soort van gelukt, denk ik. Ik denk dat jullie het wel leuk vonden. Ja, het was gewoon echt... superveel mensen hebben weer gegift. Ja, jullie hebben net alles gezien. Ik probeer altijd leuke highlight momenten van de stream in de vlog te verwerken. Ik kan jullie wel zeggen dat ik nu zeker een week niet meer live ga gaan, want het is echt killing. Het is heel anders dan vloggen. Streamen killt wel echt meer. Dus misschien volgend weekend of zo, ik heb geen idee. En dit was alweer de vlog voor vandaag, jongens en meisjes. Zoals jullie zagen, gisteren ik was kapot, dus ik had ook geen outro meer opgenomen. Ik ben meteen gaan slapen. Maar ik heb zo genoten van de stream. Hoe vet was het trouwens dat Gio in de stream kwam? Ja, super. Ik kon het echt even niet beseffen, gewoon. Gewoon... Ja, Gio is al zo lang bezig, natuurlijk samen met Enzo. Enzo natuurlijk al wel iets langer, maar ja, met dagelijks vloggen. En om dan zo'n compliment te krijgen van zo'n... Ja, dat is echt crazy. Carlos vindt het ook, hè jongen? What the fuck is dit? Nee, joh, kijk hem. Wat is dit? Steekt zijn tong uit. Allee, Carlos. Oh, ik ga helemaal stuk met die katten, mensen. Dat kan toch gewoon... Maar ja, super vet dus dat dit gebeurde. Gaf me natuurlijk superveel motivatie. Dus was echt een leuke stream. Ik bedank jullie voor het kijken, mensen. Hoop ik van jullie het ook leuk. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren als jullie dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!